Mijn naam is Rob Koenders en ik zit op het atelier op de Herengracht, nummer 6. En ik ben bezig met de tekeningen die ik geïnspireerd heb op mijn schetsen. Ik heb veel schetsen die ik later uitwerk hier in mijn atelier tot tekeningen en schilderijen. En die ik later dan eventueel nog bijwerk of niet bijwerk. Dus de resultaten liggen hier op tafel. En vandaag is het atelierroute. Dus ik dacht van nou, laat het voor het publiek maar eens eventjes laten zien. Ik ben bezig met pastelwerk. Ik heb een opzet gemaakt zeg maar van een uil en de achtergrond heb ik gedaan met pastel krijt. En ik ben nu bezig met de details, met de haartjes en met de pluisjes van de paardenbloemenpluis. En dan is hij bijna klaar. Dus daar ga ik even weer mee verder. Nou, en zo komt de uil steeds meer naar voren en wordt het steeds gedetailleerder en realistischer.